Gusteel, 2-0 verloren bij FC Keirat vanavond. Hoe groot is de teleurstelling bij jou? Ja, groot. Hoe komt het dat het vandaag niet lukte? Ik vond dat wij zelf sowieso niet onze beste wedstrijd speelden. Dat is één ding wat zeker is. En ja, zij wonnen veel meer duels. Elke bal die erachter lag was zowat de kans. En het was niet eens dat zij heel veel beter zijn, maar ja, het is gewoon Europees voetbal. En daar verliezen we op. Ja, want als we het hebben bijvoorbeeld over de eerste helft, dan is er in het begin eigenlijk niks aan de hand. Maar dan komen die toch heel ongelukkig op een 1-0 achterstand. Ja, volgens mij werd die bal hier langs de lijn diep gespeeld en hij komt in één keer 1-1 met de keeper. Ja, dat mag natuurlijk nooit. Maar ja, dan kom je 1-0 achter en dan hoeft het nog niet, weet je, je komt vroeg in de wedstrijd 1-0 achter. En je moet eigenlijk uit gewoon een goal maken en die kans hebben we gehad, maken we niet. Ik denk dat we verloop van de eerste helft ook nog wel beter waren, maar de tweede helft was het helemaal niks meer. Hoe komt het dan dat het de tweede helft niet meer lukt? Is het dan omdat dit de eerste wedstrijd is die jullie spelen, vanwege het tijdverschil, misschien wel die lange vliegreis? Nee, daar heeft het niks mee te maken. Ik denk dat het kwam omdat we zo graag wilden dat er juist daardoor elke bal erachter kassa was voor hun. En dat we steeds meer naar voren gingen spelen en daardoor ook steeds gevaarlijker werden zij steeds gevaarlijker in de counter. Wat heb jij als aanvoerder tegen je team gezegd na afloop van de wedstrijd? Dat we ze volgende week op karakter moeten pakken. En dat het echt nog niet klaar is. En dat we het zelf hebben meegemaakt met Utrecht. Dat was geen leuke ervaring voor ons, maar ja, dat betekent dat het kan. Ja, en zij hebben natuurlijk volgende week dan het nadeel van die lange reis. Ja, precies. Volgende week moeten we er gewoon opklappen. Gewoon geen tegengoal krijgen, dat is het allerbelangrijkste. En er minimaal 2 maken.